Met een graafmachine komt de steen aan op de open plek in het Spaarbankbos bij Hogeveen. Hier werd Albert Eggen uit Zuidwolde met twee anderen doodgeschoten. Hij was toen 22 jaar oud. Even bij Lubbingen op de Arlo moet zij door de Duitse gevangenen wezen. Ze werden overgebracht naar het Duitse kamp en opgesloten in een bunker. De schoonzus van Albert heeft de historische kring Hogeveen verteld hoe het verzet een barricade van de Duitse bezetter weghaalde. De oudste broer van Albert was daarbij en de Duitsers komen hem halen. Maar de jonge Albert heeft pech. Hij was thuis en hij was onderduur. En als hij niet thuis was, dan had mijn man mee moet. Ze hebben allebei de medaan in de gewone bomen staan met de revolver in de ruggen. Mijn man en zijn broer dan. Die kan me net aan. En zijn broer meegaan. De familie heeft sindsdien geworsteld met de dood van Albert, vertelt Ali. Haar man Geert nog wel het meest. Want Albert liet zich meevoeren om de rest van de familie te sparen. Hij had het niet gedaan en hij is toch doodgeschoten. Ja. En nooit herdacht. Nee, en dat zijn we nu mee bezig. Die drie, er is nooit een monument voor opgericht. Ze zijn ooit wel eens een keer bijgeteld bij een monumentje in Spier. Maar deze drie, die zijn nergens genoemd. Veel heeft de familie niet meer van toen. Maar een Ausweis, waarmee hij over de weg langs het Duitse kamp mocht gaan, bijvoorbeeld nog wel. Het executiebevel werd gegeven door een Oostenrijkse rechter, die toevallig in de buurt was, ook op de vlucht. Sybrand Jan van der Linden uit Amsterdam, Johan Dont uit Middelburg en Albert Eggen. Doodgeschoten terwijl de Canadezen al vlakbij waren. De familie mijt de plek. Nee, daar hebben we nooit geweest. Daar wil je nooit. Ik wil nooit in Spaanbos. Ik weet dat er een sloot gebeurd is. Dat zei hij dan. Maar ik weet dat wij nooit in Spaanbos zijn. Dit wordt een gedenkplaats voor deze mensen. Hier komen heel veel mensen altijd op deze plek in het Spaanbos. En het zou mooi wezen dat je dan hier een gedenkplaats hebt. En het mooie ervan vind ik dan ook nog, we hebben ook de school in Persen hierbij betrokken. En de school in Persen die wil het monument adopteren. 1,50? Ja. Dat is 1,50. Er komt nog een plaquette op de steen ter herinnering aan Albert. Die zijn broer zonder woorden waarschuwde. Meld je niet voor mij. Ja, mijn man heeft nooit het blik uit de jongen. Is er nooit eens weggegaan, nee. Het is wel een beetje vervaagd, maar het is altijd een probleem.